Een hele goede morgen. Goedemorgen. Welkom bij een nieuwe Ups & Down. Nou, de reden dat ik zo moet lachen is... we hebben vannacht heel slecht geslapen. Liam die heeft alles uitgekitst en uitgescheten wat hij maar in zich had. Dus ja. En stinken. En stinken. We hebben niet veel geslapen. Tenminste, jij hebt op een gegeven moment bij je wel in slaap gevallen. Ik heb denk ik nog tot een uur of 4, 5 wakker gelegen. Omdat ik bezorgd was om Liam. Op een gegeven moment is hij wel in slaap gevallen. Maar ik was hartstikke bezorgd om het mannetje. En ja, dan gaat je niet in de koude kleren zitten als je dan 's morgens weer vroeg op moet. Dus we hadden ons ook ten eerste verslapen. En ten tweede, Jordi moest eigenlijk naar de logo. Maar in verband dat Liam dus nu buikgriep of zo waarschijnlijk heeft. Hebben we gezegd van dan is het gewoon niet verstandig om Jordi ook naar de logo te laten gaan. Hij is wel naar school, dat wel. Maar Jordi zelf heeft nergens last van. Maar ja, en Liam heeft ook geen koorts trouwens, dus dat valt ook wel mee. Maar toch, dan moet je keuzes maken. En aangezien we weten dat de logopediste ook kindjes heeft, willen we dan gewoon niet, hoe moet ik dat zeggen? En die heeft ook kwetsbare kindjes. Waar ze de hele dag mee werkt, willen we gewoon niet dat daar overgegeven wordt, toch? Dus, dat is het eigenlijk. Ja, maar ze wil zelf wel eten. Ja. En Liam heeft wel weer vocht binnen gehad. Vannacht ging dat echt niet. Maar hij heeft vanochtend wel weer wat gedronken. Dus, we gaan het zo doen. Hi, schatje. Hi, Liam. Gaat het alweer beter? Heb je alweer gepoept? Oh, dan mag papa deze doen. Mama heeft die straks al gedaan. Papa, ik denk dat er een klusje voor jou is. Oké. Ja. En dan gaan we daar gewoon een beetje drinken, hè? Ta 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 ta. Oh, even ter informatie. Hij heeft ook geen koorts. Dus dat gaat ook gewoon prima. Hij is gewoon niet lekker. We merkten dat Liam honger en dorst had. Dus ik had melkbroodjes had ik van huis gehaald. En hij zit nou lekker te drinken. En een melkbroodje op de peuzel op zijn gemakje. Dat er iemand een sokkenfetish heeft of zo. Ben je gek op sokken? Ja? Ben je gek op sokken? Kijk me niet zo aan. En hier heeft er iemand al allemaal broodje op. En je kan een flesje drinken, volgens mij. Flesje drinken, Liam. Liam, flesje drinken. Flesje drinken. Ik hoor ondertussen dat ding. Oh, hier is een drinken. Yep. Hij heeft een hele volle op. Hij laat altijd dit over. Dan wil hij niet meer. Dan moet ik hem eigenlijk altijd weer vullen. Maar hij heeft behoorlijk wel op. Dus. Goed zo! Hi.
Niels die heeft, zoals jullie zagen, ons naambordje opgehangen. En Liam die ligt nu in bed. En Sammy heeft net ook een flesje gehad. En die is een beetje aan het ruzie maken. Hij is een beetje aan het ruzie maken met het speelgoed. Ja. Die periode heb je ook. Voor de mensen die ik nog niet had gezegd waar Jordi nu is. Jordi is naar school. Die zit op een medisch kinderdagverblijf. Ja, ze noemen het anders, maar wij noemen het gewoon even voor het gemak zo. Daar krijgt hij de zorg en de aandacht die hij nodig heeft. En daar doen ze activiteiten met hem en alles. Waardoor hij op zijn manier weer verder kan komen. En ja, daar is hij nou. Daar gaat hij op elke maandag en vrijdag heen. Volgend schooljaar wordt het anders. Maar daar is nu nog niet van belang. En volgende week hebben we openluchtmuseum. Want dan worden alle spulletjes die ze hebben gemaakt op schooltje, worden dan tentoongesteld. Dus daar gaan Niels en ik ook heen. Ik ga nu heel eventjes hier aan de slag. Ik ga zo eventjes uploaden. En Niels die gaat eventjes nu naar de winkel toe. Want mijn afwasmiddel was op. En die vergeet ik continu te halen. Ik heb af en toe een geheugen als een zeef. Zulke dingen vergeet ik dan gewoon. Nou ja. Gaan we gewoon allemaal regelen. Hey, kijk, hoe vind je deze dan? Veel te groot. En wat heb je hiervan? Wauw, deze vind ik echt leuk, mama. Ja, Peppa, die is fantastisch. Wij zijn nu aan het eten. Ik had eten gemaakt. Is lekker. Ja, smaakt goed. Ik heb zo'n ovenschotel met gehakt en aardappels en dat soort dingen allemaal. En Liam is ook lekker aan het eten. Als hij niet opeet, geen probleem. Wat hij eet, eet hij. Dat is mooi meegenomen. Hé, jongen? Niels is even sporten. De twee oudsten liggen al lekker op hun bedje en als goed ook slapen. Ik heb ze alle drie lekker gedoucht en gedaan. En het is daar tijd voor Sam's fles, maar ik probeer even te rekken. Want ja, hij moet eigenlijk naar 5 flessen om uiteindelijk iets meer hapjes dan te kunnen gaan eten enzovoorts. En hij zit gewoon echt ruim in zijn flessen. Dat zeggen ze bij het consultatiebureau ook. Dus ja, we gaan proberen. Ja, hè. Voor de rest, ik heb mijn was gedaan. Ik heb je opgeruimd. Oh, ik ben kapot. Maar ja. Dat hoort er gewoon nou eenmaal bij kleine kindjes. Een hele goede morgen. Oh, nou werkt het. Oh, we hebben ze. Een hele goede morgen. Wij gaan lekker op pad met z'n drietjes of met z'n viertjes. En jij moet op je kont gaan zitten. Goed zo. Wish me luck, want het regent en. Maar ik moet even naar de winkel. We zijn weer thuis. Joef, laat Jordi nou eens met rust. Zal mama fruitje gaan maken, Liam? Wil jij fruitje? Hij heeft nog steeds een beetje last van zijn buikje. Maar hij hoeft het tot nu toe niet meer over te geven, dus dat is goed. Ik ga mama fruitje maken. En ik heb hem even een andere luier aangedaan. Want hij had zoveel gepoept.
Dat, ja, die luier hield daar gewoon niet meer. Dus ik heb hem even een andere luier aangegeven. Zodat ik zeker weet dat hij, ja, dat hij in ieder geval eventjes veilig is wat dat betreft. Want hij vond het zo verschrikkelijk dat hij doorlekte. Hij schreeuwde het uit. Dus ja, moet je eventjes een keuze maken. Dus ik heb hem een luier van Jordi aangegeven. Maar dadelijk krijgt hij weer zijn eigen luier aan. Joef. Joef. Nou is het afgelopen. Je vriendinneke, hè? Strakjes was ik toch op pad met die twee. En ze waren een wafel aan het eten. Maar Liam die zat al te vragen om die wafel. Want ik dacht bij mij, ik doe even wafel meebrengen. Ik wist dat ze er allebei lusten. Dus ik dacht van, nou, weet je wat? Dan haal ik even een paar wafels. En dan geef ik dat zo dadelijk onderweg. Nou, ik geef een wafel aan Liam omdat hij er ook echt specifiek naar vroeg. Dus ik geef die wafel en Jordi kijkt hem aan zo van, wat heb jij daar? En ik was voor Jordi ook aan het pakken, hè. Dus bij mij is het wel zo, als de een iets krijgt, krijgt de ander het ook. Hoe dan ook. Nou, dus daar was ik dus mee bezig. En Jordi kijkt Liam aan zo van, wat heb je daar? En hij kijkt Liam nog een keer aan zo van, oké, van mij. Hij pakt het zo bij Liam af, propt het gewoon helemaal in zijn mond. En had echt zoiets van, daar, die is van mij. Je zoekt het maar uit. En Liam die keek hem echt zo aan, zo van, serieus, pak jij nou serieus mijn wafel af? Ik zeg tegen Liam, ik zeg, is niet erg jongen, mama heeft er nog eentje. Dus ik gaf die aan Liam. Kijkt Jordi hem meer aan, wilt hij hem ook nog afpakken? Ik denk, maar je bent ook kunnen simpelen. Dus ik bij Jordi afgepakt en weer terug aan Liam gegeven. Nou, toen ging het goed. Maar Jordi had echt zoiets van, hallo, dat is van mij nou, klaar. De mijn. Ik dacht, mijn, oh, dat gaat nog wel worden als wij vaker op pad gaan en die wagen meenemen. Dat ze tegenover elkaar zitten. En Jordi ziet dat ik aan Liam iets geef. Oh, oh. Liam gaat er gewoon lekker zo zitten oppeuzelen. Zo lekker van genieten. En Jordi denkt al bij zijn eigen. En het is weg. Jullie horen Jordi al. Hij wil niet slapen. Hij zit net op zo'n overgang van wel niet slapen. Zo'n, zeg maar, qua leeftijd. Nou weet ik zeker dat hij dadelijk weer in slaap valt. Nou ja, hij doet maar. Dan gaat hij maar later slapen. En dan laat ik hem ook maar gewoon een uurtje slapen. En dan maak ik hem weer wakker. Hij zit nou daar. Hij heeft zijn favoriete speeltjes om zich heen. Zijn loopwagen, zijn rupsje en zijn locomotief. Oh ja, en een bril wil hij nou niet op. Ik heb hem al opgehad. Daar deed hij dit mee. Ja, zo weer in elkaar te klikken hoor. Maar dit deed hij met zijn bril. Helemaal zelf zijn flesje vasthouden, hè? Het goed van jou, hè? Ik doe wel af en toe bijsturen. Maar ik doe het helemaal zelf. Ja. Heb je genoeg gehad? Ja, heb je genoeg gehad? Dank. Wat goed van jou. Ja. Heel goed gedaan hoor. Ja. Ik heb Jordi de chagrijn maar even in bed gelegd. Want alles, al was Liam, deed hij zo. Dan was het al chagrijn, hè.
Liam is lekker wakker, hè? Is lekker wafeltje aan het eten. Is lekker. Hij heeft net ook een flesje gehad. Want ik heb... omdat hij dus nou... Hij is nog steeds aan het dunnen. Hij voelt zich eigenlijk prima. Maar hij is gewoon aan het dunnen. Nou ja, goed. Dus dan krijgt hij een extra flesje. Zodat hij toch qua vocht gewoon prima zit. Hij heeft ook deze fles. Die drinkt hij ook super goed, hoor. Maar hij krijgt gewoon even een extra flesje. Zodat ik zeker weet dat hij goed zit qua vocht. Eten boeit me niet. Al vreet hij een hele zak chips leeg. Het interesseert mij dan echt helemaal niks. Als hij maar in ieder geval voldoende vocht binnenkrijgt. En dat krijgt hij nu. Omdat ik dus die extra fles geef. Sammetje heeft net zijn fles gehad. Zoals jullie zagen. Jordi ligt nu even een uurtje in bed. Die maak ik tegen 4 uur even wakker. Dan krijgt hij een fles oranje. En nou... Doet Liam heel eventjes een dingetje. Dat was een scheet, hè? Ben je weer vol aan het poepen? Daar moet ik wel echt nu op letten, want hij is, ik deed net zijn eigen luier weer aan. En hij scheet weer alles onder. En toen zat hij weer aan het doorlekken. Zat hij op, de grond, hoorde je hem. Zat hij weer door te lekken. Ik had niet in de gaten dat hij had gepoept, want ik was met Jordi bezig. Goed zo! Goed zo! Goed zo! Kom je hierheen? Ja. Oké. Moet je sturen, hè? Moet je sturen. Goed zo. Wauw. Ik wist niet dat ik dat kon. Op het telefoon. Yay. Het lijkt alsof de twee vrolijke boezers geen honger hebben. Dus zal ik maar weer opruimen. Nee, ik heb wel honger, Anna. Ik heb ook honger, hoor. Oh. Dat is slim van jou. Juist. Ja, nog slimmer. Dat is weer een logica voor jou, hè? Ga je toastje weer eten? Oh, word je hier moe van? Ik heb hem inmiddels van bed naar hier gekregen. Hij wil niet wakker worden, hoor. Ik heb al Boomba aangezet. Wil die ook niet wakker van worden? Inmiddels is dit de situatie. Hij is niet blij met zijn moeder. Je vindt mama niet zo leuk nou, hè? Jordi, vind je mama nog lief? Vind je mama nog lief? Wakker worden. It's alive. Daar is er nog eentje weer wakker. En hier is er eentje blij. Nou, niet zo blij, want hij zit in de box. Maar ik ga even zijn luier doen. En dan ga ik eventjes het eten regelen. We hebben vandaag een brooddag, dus ik heb het simpel. Wij gaan weer even op pad. Ja, gezellig. Even een rondje lopen. Avondwandelingetje. Gezellig, hè? Echt wel. Het is wel gezellig. Wat een nieuws vanavond, hè? Ja, schokkend. Ja, het is... Ik vind het echt heel erg. Ja, dat gun je echt niemand. Nee, we zitten ook al de hele avond het nieuws te volgen. Ja, je schrikt gewoon echt van het nieuws. Mm-hmm. Ja, ook iedereen kent hem. Ja, het is verschrikkelijk. Mm-hmm. Echt verschrikkelijk. Ik hoop dat, dat hij het overleeft en dat, toch? Ja. Ik hoop dat hij er goed uitkomt.
Ja, dat gezegd hebbende, gaan we deze ups en downs afsluiten. Toch bedankt voor het kijken. Ja, en tot de volgende.